loods hebben we dus de gevangenen, de gedeporteerden van alle nationaliteiten, verzameld en opgedeeld in verschillende groepen om dan verder vervoerd te worden naar Auschwitz of Buchenwald. De weg naar Buchenwald moesten ze te voet doen. En volgen van Weimar naar Buchenwald, die de gevangenen toen te voet moesten afleggen. Na de oorlog verplichtten de Amerikanen de burgers uit Weimar om een bezoek te brengen aan het kamp Buchenwald. Al lachen gingen ze de berg op. Niet goed wetend wat ze daar mochten verwachten. Hier zien we de treinsporen waar de goederentreinen aankwamen, die materiaal kwamen brengen voor dingen, wapens te maken, dat de gevangenen deden in fabrieken die daar stonden. De gevangenen die van Weimar te voet aankwamen, naar deze weg. Als we nu beginnen. Hier staan we bij de ingangspoort van het echte kamp in Buchenwald. En hier zie je staan Jerem de Seine. Dat konden de gevangenen dus langs de binnenkant lezen. En het was een beetje psychologisch, want ze lazen dat en dat betekent dus iedereen krijgt wat hij verdient. Dus de Duitsers vonden grotere kampen met alle barakken. Deze barakken die afgezonderd zijn, zijn voor de Russische krijgsgevangenen. En dit is het kleine kamp. We staan hier op de appelplaats. Zoals je kunt zien, staat daar nog een barak. Het stond hier helemaal vol. Op deze tafel wordt de lijken gevangen, gecontroleerd, opgehouden tanden, andere kostelijke dingen. Mensen, gevangenen, opgehangen met hun handen vastgebonden achter hun rug, zo. Omhoog. Aan die haken. Dat was een manier om gevangenen te straffen als ze iets misdeden. Wanneer de burgers van Weimar in 1945 de verse sporen zagen van deze miserie, waren ze onthutst. In tranen gingen ze weer naar huis. Ook op ons, bezoekers uit een andere tijd, uit een ander land, heeft dit bezoek een sterke indruk nagelaten. Hoe is dit mogelijk? Echt wel tof, we hebben iets nuttigs gedaan.